Welkom bij NL Magazine, Go to the Movies. Naast me zit Patrick van der Wijk. En ik ben Moes Hout. En we gaan het hebben over The Shape of Water. The Shape of Water. Wat een romantische flik was dat. Ja. Wat een romantische flik zeg. Het was niet een... wij zijn gegaan meer... Hey, onderwatermonster uit Hellboy. Ja. Oh, dat moeten we zien. Die moeten we zien. Heb ik trouwens opgezocht. Ja. Is niet hetzelfde personage. Is niet hetzelfde personage. Nee. Maar, het leek er wel op. Het leek er wel op. Ja, ja, het leek er zeker op. Ja. En dit was ook weer een pakmovie. Ja. En ik vond dit ook echt een film. Dit was de echte pakmovie. Dit was echt een pakmovie, ja. Dit was een best wel een beetje een vreemde film. Ja. Een vreemde film. Ja. Maar wel een hele vreemde film. Maar wel origineel. Ik vind Je blijft die, die Guillermo del Toro heet die volgens mij. Ja, ja, ja. Die maakt, hij maakt altijd wel aparte dingen. Ja. En dit was er gewoon weer eentje. Ja, want je denkt dus, het heeft niks met een superheldenfilm te maken. Nee. Dus hij gebruikt het al vaker van dat soort fantasy. Ik vind het een beetje... Het is heel erg Franse stijl, vond ik het. Ja, en nee, maar het is ook, er zit heel veel politieke boodschap in. Ja, dat is heel veel. Weer moe van te worden. Ja, weer, dus ook in deze film. En het thema groen. Heb ik opgelet, alles was groen in deze film. Heb ik heel gelet. Alles, kleding was groen, alles. Ja, alles tegeltjes op de muur. Groen, alles was groen. Ja, dus dat vond ik wel, op zich wel bijzonder. Ja, en wat natuurlijk wel, er zit één sublieme rol in. En dat is de zogenaamde slechterik. Dat is, als, die man speelt ook in... Waar speelt die man niet in? Ja, Boardwalk Empire speelt hij. Ja, daar is hij wel een hele bekend. Dus die FBI-agent die op een gegeven moment fout gaat. Nou, hij ging heel goed fout. Hier ging hij ook fout. Dus wat dat betreft. Dus, en dat vind ik wel mooi. Deze, dit is op zijn lijf geschreven. Deze rollen, dit soort rollen is echt... Hij ging helemaal door het lint. Ja. Hij ging helemaal door het uiterste op een gegeven moment. Maar ook, er zit af en toe ook wel een moment in dat je ook moet lachen. Maar ook, het is echt ook een... Het is ook echt jaren 50. 50, 60, die tijd. Dat zie je wel. Hoe ze praten over de... Over de... Over vrouwen, over... Minderheden. Minderheden, ja. Dat ongelooflijk. Minderheden. Ja, jongen, dat is echt... We hebben Hidden Figures gekeken. Misschien jullie ook wel. En daar werd ook zo gesproken tegen de minderheden. Ja. Dat je denkt, zo, dat ging hard aan toe toen die tijd. Ja, gewoon, dit is hetzelfde. Zo, hetzelfde tijd, hetzelfde verhaal. Ja. En dat maakt het wel goed in zin. Want, Het is wel een weerspiegeling van iets. Het neemt je wel mee terug. Ja. Dus eigenlijk, ik denk ook dat het een maatschappijkritieke film is. Ja. En dan verhult in een soort fantasy. Klopt. Ik denk dat maar ik vind sommige dingen wel raar hoor. Zo'n klein beetje in detail gaan treden. Maar weet je misschien nog wat ik ga noemen? Huh? Dat het ochtendritueel van die vrouw die het laat zien. Dat vond ik. We zien elke keer het ochtendritueel van die vrouw, hoe dat dan gaat. Ze komt er de bed uit. Althans, ze heeft geen bed. Ze slaat op de bank. Dan gaat een wekkertje af. Nou, dan gaat ze eventjes. Een eitje koken. Altijd een eitje. Het eitje is centraal. Continu komt het eitje, komen die eitjes in beeld. Ja. Nou, dan gaat ze haar bad laten volplayen, want die vrouw doet elke ochtend gaat ze in bad. Wat? Ik denk, zo, dat is behoorlijk. Dan zit ze zichzelf eventjes te vingeren voor ruim 2 tot 3 minuten, want ze zet de klokje erop. Want de eitjes die zijn dan klaar, hè? Dus dan moet ze ook waarschijnlijk ook het bad uit. Ja. En dat vond ik sowieso knap, dat ze eerst de eitjes ging koken en daarna een wekkertje ging zetten tot hoe lang ze had om in bad te vingeren voordat ze er weer uit mocht. Ja. Want die eitjes waren inmiddels wel klaar. Dus ik dacht eerst, je zet het wekkertje voor die eitjes. Maar ja, ik denk, die heb je toch net gedaan. Het bad is te... Weet je hoe lang het duurt om dat bad vol te laten lopen? Okay, dus het wekkertje, dat was het vingerwekkertje was dat. Ik denk het dat is uitvoerig opschrijven. Maar... En wat ik ook wel interessant vond. Maar dat vond ik wel interessant dat je dat... Waar paste dat vingeren dan? Ik snapte dat vingeren helemaal niet. Waarvoor zien we dat? Waarvoor past dat in het verhaal? Ga maar nou eens vertellen waarvoor dat in Dat heeft wel te maken, want uiteindelijk het hele thema water is natuurlijk centraal. Uiteindelijk wordt ze verliefd op die... Op het watermonster. In het wapenmonster. En ze doet alles in het water. Doet ze ook. Ja. Dus dat denk ik al bij mezelf. Maar even, wat ik ook wel heel vreemd, want we zien de hele tijd zien we niks in beeld. Want hoe gaat hij dat presteren? En dan legt ze nog even uit zo. Hoe is dit ook gebeurd? Ja, dan gaat de klepje open. Dat is mooi. Wat gebeurt er hier? Maar het leuke... Dit is voor film, man. Waar zit ik aan te kijken? Het mooiste vond ik met die kat. Dat vind ik zo. Er zit een... dat beest, kijk zo, en dan hoor je zo'n kat. Hij gaat een beetje blazen. Ja. En hij vreet zo die kat. Hij zit dan die kat zijn kop er op te vreten. Ja. En daarna heeft hij te veel zielen, want de andere kat gaat hij later weer aaien. Ja, maar dat was waarschijnlijk op zijn neus geslagen of zo, want hij mocht die kat niet opeten. Want hij kreeg zijn kop. Hij mocht katje niet kopen. Maar dus, wat een aparte film, jongens. Ja, dus nu alleen al. Maar een pakfilm hoor. Dit was echt een pakfilm, vond ik. Ja, dus ik weet niet hoe we dit verder moeten uitleggen. Het is een apart film. Ja. Of je naar de bioscoop hoeft te gaan, hoeft niet per se qua effecten. Nee, wat vond je hem ook niet een beetje langdradig op een gegeven moment? Dat je denkt, nou... Hij mocht af en toe sneller, nou, maar... Let's go. Ja, maar ja, dus het is... Over het algemeen vond ik het niet een hele slechte film. Nee, het is heel origineel. Het was heel origineel. Ja.
Dus, ga ik hem nog een keer, tweede keer bekijken? Nee. Dus, je kan hem ook gewoon op tv. Als je keer op tv komt, is je wel ook met. Ik vond het einde van ook nog niet dat je zegt. Ja, maar nu snap je wel. Jawel, want die streep hadden dus een functie uiteindelijk. Nou, zij had littekens hier. Ja, en uiteindelijk hebben we dat kieuwen. Ja, dat vond ik wel grappig. Ja. Dat is leuk verzonnen. Leuk verzonnen, ja. Ja, maar misschien was het al zo. Was er al vroeger eerder gepakt. Want ze was bij de rivier ook gepakt. Vertel eens. Klopt. Maar hij heeft wel een herleiding van. Ja, er zitten allemaal dingen in. Dus je zou het in het is wel een film om te kijken. Ja. Of je het in de bioscoop moet kijken, dat is om nee, het even. Voor het effect is niet nodig, maar het is wel een. Je denkt er even mee. Ja, je denkt er even mee na, ja. Het is ook misschien wel een film die we gaan onthouden. Ja, dat is waar. Dat zijn dit soort films wel meestal. Precies. Die het eind van het jaar denken. Oh ja, die hebben we nog gezien. Maar we gaan stoppen. We gaan even een cijfertje geven. Ik ben benieuwd, ga jij maar geven. Ik vond hem heel moeilijk te waarderen. Ik geef hem 6,5. Ja, eigenlijk 7-. Nee, 7-, waarom? Omdat hij toch origineel was. Ja, ik ga ook voor de 7-. Ik vind de 6,5 echt, dat vind ik hem niet eerlijk. Dat is te weinig. Nee, te weinig. Daar zit hij origineel voor. Klopt. En een 7 vind ik een mooi cijfer. Ja. Oké. Dus wat dat betreft, 7-7. Ja, 6. Laat het daar maar inspannen. Daar maar spelen. Dan gaan we naar de volgende film en dan zien we jullie de volgende keer weer. Ja, bedankt weer. Doei.